Breda Nu. Je weet het meteen. Naast het uitreiken van een onderscheiding voor het redden van een drenkeling, stond Breda de afgelopen dagen in het teken van het jazzfestival en NAC. Dit is het weekoverzicht van Breda Nu. Met het weekend voor de deur laten we u vanavond graag de Bredase gebeurtenissen van afgelopen week zien. Van donderdag tot zondag stond de stad in het teken van het Breda Jazz Festival. Ongeveer 230.000 bezoekers genoten van het prachtige weer en de vele artiesten die het festival te bieden had. De kop is eraf, de podiums zijn al lekker opgewarmd en de eerste liters bier zitten er al in. We gaan kijken wat de mensen op straat ervan vinden. Aan het weer zal het in elk geval niet liggen. Van het Jazz Festival? Wel leuk. Ja. Maar vind jij jazzmuziek ook wel leuk? Ja, hoor. Moet jij mee van je ouders? Nee, ik vind het zelf ook wel. Ja? Ja. Oké, mooi. En wat vindt u er tot nu toe van? Heel gezellig, ja. Het is alleen warm, hè? Ja, het is wel. Maar het is wel goed te doen. Hoe is het om hier te staan en oliebollen te verkopen? Ja, leuk. Het is leuk om te staan, ja. Verkoopt het een beetje goed, maar het is natuurlijk heel warm nou. Het is heel warm. Het is nu voor ons heel slecht, eigenlijk. Okay. Ja. Wat hadden we nou het meeste verkocht? Nou, een aardappeltje aan een stukje, dat wordt op het moment het meeste gekocht. Want ja, oliebol is voor ons te warm, suikerspin, popcorn is een beetje te warm. Ja, de mensen eten niet zo met warm weer, hè. Wij zitten al paraat voor de kerk. Ik was net op tijd, maar daar waren er nog maar drie. Dus dat was vechten om een kaartje, hè. Voor het gospelconcert, hè. Oké, dus daar gaat u zo meteen straks heen? Nee, daar gaan wij een zondagmorgen naartoe. Is dat zondag? Dat ik heb me er niet goed ingelezen. Nee, dat is zondag, dat is zondag. Okay. Nee. Dus, maar je moet er wel op tijd bij zijn, want anders ben je te laat, hè? Ja, maar u was net op tijd. Ik was net op tijd. Nou, we zijn hier bij Pierre van Hooijdonk, toch? Dat klopt, hè? Heb jij heel goed gezien. Ja, maar ik heb zelf de bal op als voetbal. En u bent hier lekker een beetje aan het genieten van het jazzfestival? Jazz? Ja, de muziek staat nog zachtjes, zoals je hoort. Maar we gaan straks wel eventjes kijken. En nu is het even lekker eten hier, want top tentje. Allemaal instrumenten liggen. Hebben jullie opgetreden vandaag? Wij gaan er eigenlijk optreden. Oké, hebben jullie er een beetje zin in? We hebben er altijd zin in. Muziek maken vinden wij leuk. Mag ik iets vragen, meneer? Ja, als het maar niet wilt. Nee, dat zullen we niet doen. Wat vindt u van het jazzfestival? Gezellig, leuk, goed weer, goede muziek. De ambiance is perfect. Het jazzfestival was afgelopen zondag amper afgelopen of Breda feestte nog even door. Na de spannende play-offs won NAC afgelopen zondag met 1-4 van NEC. En daarmee promoveerde de club naar de eredivisie. Na de 1-4 overwinning tegen NEC gisteravond wordt NAC vandaag gehuldigd op de grote markt. En Breda zal Breda niet zijn als dat niet één groot feest is. De patiënt is wakker en we zijn gepromoveerd. Wat is nou de volgende stap? De volgende stap is een nog beter elftal creëren. Die was al heel goed, maar we gaan nog een tijdje beter. En er komen nog meer mensen. En de stad gaat een jaar helemaal los. Gaat het nou om voetbal of om bier? Het gaat om voetbal en het gaat om bier. Wat betekent NAC nou in uw leven? Vreugde. Bier. Vrienden. Tranen? Ja, uit tranen. En heel veel bier aan de hand. We schijten op de hulp!
nadat de overwinning afgelopen zondag was gevierd op P5 en in de stad, werd de ploeg op maandagmiddag gehuldigd op de Grote Markt. Het is 4:00. In heel Nederland is het code geel. Alleen in Breda is het code geel-zwart. Hier zijn de spelers. Hier zijn jullie spelers. Ja, de supporters zijn ongelooflijk. Ik ben blij dat we ook voor hen zijn kunnen promoveren. Ja, ongelooflijk. Een geweldige podium om jezelf te laten zien. Dit is echt alleen maar een pluspunt voor heel de club, voor iedereen. Als je naar de menigte kijkt hier zo. Echt ongelooflijk. Het seizoen leek op een kaars wat uitging. Wat was uiteindelijk de sleutel van het succes om uiteindelijk toch weer te gaan vlammen? Ja, dat is echt lastig te zeggen. Ik denk de staf, de supporters, de speler zelf. We hebben gewoon ongelooflijk hard gestreden. Niemand geloofde er bijna in. Tenminste, we geloofden er wel in, maar het was een beetje half-half. En op een gegeven moment, ja, dan kom je in de halve finale van de play-off. En dan zijn wij gewoon een stuk beter dan Volendam. En dan beginnen mensen te geloven. En zodoende, ja, promotie. Een geweldig podium, zoals ik net heb gezegd. De podium. Ik krijg de kriebels van wat er gebeurt met de voorrondes. En nu hebben we hem. Ja, dit is, ik heb geen stem meer. Ja, ik heb eerst even thuis gekeken, tweede helft hier in de stad. Was echt niet normaal. Zo ziek feestje. Eindelijk een vrouwelijke NAC-fan in een NAC-shirt gevonden. Eindelijk. Hoe is het bij jou met de spanning gegaan gisteren? Vandaag was er geen spanning meer. Gisteren was er spanning. Ik kon niet met de bus mee, dus we zijn naar P5 feest te kijken. En daar gingen we god los. In dit weekoverzicht kijken we ook wat ons opviel op social media en in de krant. Een kort overzicht. Serious Request 2016 levert Breda 8,6 miljoen euro op. 3FM Serious Request heeft Breda 8,6 miljoen euro opgeleverd. Dat zijn uitgaven van bezoekers die anders niet zouden zijn gedaan. Dat blijkt uit onderzoek dat de NATV heeft gedaan in opdracht van de gemeente. Uit dat onderzoek blijkt ook dat de eerste editie van Winterland 300.000 bezoekers heeft getrokken. Serious Request trok 560.000 bezoekers naar de binnenstad. Breda blijft in de race voor beste binnenstad. Roosendaal genomineerd bij middelgrote binnensteden. De kans dat Breda dit jaar de titel van beste binnenstad in de wacht gaat slepen, is weer een stukje groter geworden. Het landelijke platform Binnenstadsmanagement maakte dinsdag uit 10 binnensteden de 5 genomineerden bekend. De Bredase binnenstad moet het in de categorie grote binnensteden opnemen tegen Arnhem, Enschede, Den Haag en Nijmegen. In 2009 mocht Breda zich al eens beste binnenstad van Nederland noemen. Natuurlijk hebben we in dit weekoverzicht ook weer een foto van de week. Deze foto is gemaakt door Henny van Riel en hebben we ontvangen van In Breda. Nadat twee voorbijgangers op 24 december 2016 een drenkeling redden uit het water aan de Dirk Hartogstraat, heeft de Stichting Maatschappij tot Redding van Drenkelingen besloten de mannen te eren met een medaille. Afgelopen donderdag werd deze uitgereikt door burgemeester Paul de Pla. Piet Bakker raakte op kerstavond 2016 te water aan de Dirk Hartogstraat in Breda. Burgemeester Paul de Pla reikte op 1 juni namens de Stichting Maatschappij tot Redding van Drenkelingen een medaille en oorkonde uit aan zijn redders Victor Bierbooms en Niels van Rijsbergen. U bent 24 december te water geraakt. Hoe is dat precies gebeurd? Ik ging met mijn hond rond. Laatste keer. En toen kwamen er twee fietsers aan, waarvan één zonder licht. En ik dacht, weet je wat ik doe? Ik ga aan de zijkant staan, van de waterkant, zodat die fietsers door konden, want mijn hond is nogal wild. En die fietsers waren voorbij en ik wil weglopen. En ik glijd zo in het water. Dus ja, en daar lig je dan.
We waren in eerste instantie van plan om naar een vriend te gaan op kerstavond. Maar toen, onderweg toen kwamen we in een soort donker weggetje. Langs het water is het dan een donkere weg. Ja, maar daar was een hond op midden op de weg, dus we gingen al wat langzamer fietsen. En die hond heeft ons toen naar beneden geleid een beetje. En toen hoorden we, hoorden we een stem van beneden. Dus daar in van het water zeg maar af. En toen gingen we kijken wat er aan de hand was. En toen lag er dus een man in het water. En toen hebben we hem proberen te helpen. Dit was het weekoverzicht van Breda Nu. Straks kunt u nog kijken naar onze rubrieken Vraag op straat, Mijn plek en Werk aan de winkel. Mocht u nog meer willen zien van Breda Nu, kunt u terecht op onze website en andere social media kanalen. Voor nu wens ik u een fijn weekend en graag tot volgende week. Breda Nu. Je weet het meteen.